Dank jullie wel. Mijn naam is Mo en ik werk onder naam Mr. Beam, inderdaad. Ik ben eigenlijk best wel blij met de intro die net gegeven werd, want mijn eerste slide, yes, dat gaat eigenlijk over dat saaie vierkant van die camera obscura. Ik heb een soort levensmissie, het is een gedurfde uitspraak om te maken, maar ik vind dat we na 120 jaar vooral films maken en bewegend beeld, dat het nu eens een keer tijd is om hier buiten te treden. Er zijn heel veel redenen voor waarom dit vierkant is. Maar ik ben van mening dat het iets heel anders kan zijn. En 8 jaar geleden startte ik een studio op, genaamd Mr. Beam. En ik begon met deze testcase online te zetten. We namen een huiskamer setting met witte meubels. En wilden eigenlijk de wereld bewijzen dat we bestaansrechten hadden met die gedachten. Dus wat we deden was, we namen de woonkamer en 2 projectoren. En probeerde alles over te nemen wat die kamer maar aan texturen en invullingen had. Dus we vulden eigenlijk op die manier onze eigen kamer in en het hele design richten we op die manier in. Nou ja, dat gaf ons gelukkig heel veel aandacht en exposure naar de buitenwereld. Waarmee we uiteindelijk ook dit project hebben gerealiseerd hier in Leiden, in het museum Boerhaven. Enige van jullie, handen omhoog, heb je het wel eens gezien? Ja, oh ja, toch wel, een paar mensen. Ja, oh, te gek. Het is uiteraard een replica-model van een anatomisch theater, waar wij dus een wit lichaam hebben, waar we op projecteren. En dat je allerlei facetten over de wetenschap, alles wat je maar wil vertonen, op die manier kunt laten zien. Geen vierkant scherm. Heel immersive. Iets waar je omheen kunt lopen. Je wordt er helemaal in omringd. En naast dat je het lichaam hebt waarop geprojecteerd wordt, hebben we ook nog het plafond en de muren die je kunt bezichtigen. Dus het verhaal speelt zich overal. En dat is een beetje de gedachtegang waarmee ik omga met de ruimte en het werk wat ik maak. Dat doe ik niet alleen. We zijn met een team van 7. En met 7 kunstenaars denken we na over hoe we een ruimte opnieuw kunnen indelen. Hoeveel composities kunnen maken. Bijvoorbeeld in dit geval een rariteitenkabinet wat centraal zit in het verhaal wat we willen vertellen over het museum Boerhaven. En het zijn allemaal ontwerpen die we normaal gesproken zouden maken voor een tv of een animatie of iets van een kunstinstallatie die we zelf wilden doen. Maar dat nu toepassen op de openbare ruimte. Een ander project wat we hebben gedaan laatst is in de metaalkathedraal. Dit is een oude verlaten kathedraal in de buurt van Utrecht, waar we zitten. En af en toe tussen projecten door krijgen we wel eens de ruimte om iets geheel voor onszelf te doen, los van een opdracht. En dit is bijvoorbeeld het resultaat. Dan gaan we met choreografen trekken we die ruimte in en pakken we het volledig in licht. En doen we datgene mee wat wij artistiek gaaf vinden om te doen. Maar een van de hoofdredenen waarom ik heel graag vanavond hier wilde komen vertellen, is eigenlijk omdat we recentelijk een nieuw project hebben gerealiseerd hier in Leiden. En dat is in het Rijksmuseum van Oudheden. Hoeveel mensen kennen dit ding? Dat is toch alweer een stuk meer, ik weet niet. Misschien meer animo voor wetenschap, voor Oudheden dan voor wetenschap misschien. Maar zoals de meeste van jullie dus wellicht weten, is dat dit monument, dit is de oudste monument wat we in Nederland hebben. Het is 2000 jaar oud en wij hebben sinds kort het verhaal van 200 jaar archeologie erop verteld. En we beginnen onder andere met te laten zien hoe het in zijn eigen pracht en praal eruit had kunnen zien, op een illustratieve wijze uiteraard. Maar we gaan er nog veel verder in en we betrekken eigenlijk de hele expositie van het museum erbij en de ruimte die door Haak is ontworpen in de jaren 70, die geven we opnieuw vorm door animatie en muziekcompositie die we dus bij elkaar brengen en licht uiteraard. Ik wil jullie uitnodigen om hierna eens een keer, want er komt een montage binnenkort online, maar ik wil eigenlijk al meer vertellen over wat zich achter de schermen afspeelt. Wij gaan voor zulke soort projecten echt aan tafel, aan de brainstormtafel en tegenover ons zitten eveneens aan de brainstormtafel de mensen die de verhalen hebben. Dus in dit geval het Rijksmuseum van Oudheden, de archeologen, de curatoren. En die zitten ook aan tafel en die vertellen al die verhalen die ze hebben. En daar maken we eigenlijk storyboards van, zoals we die normaal gesproken ook doen bij een animatiefilm. Dat moet sens maken, dus er moet ergens een logica in zitten en er moet een soort sequentie in te vinden zijn, maar je springt natuurlijk van de hak op de tak. En niks is zo prachtig als het vak animatie, want je kunt van alles doen en je kunt van A naar B. Het enige wat voor ons moeilijker maakt is dat we dus een platform voor onszelf moeten creëren, technisch gezien, om die projecties op te maken. Dus dat je
bewijzen van een 3D-replica moet maken in software van de tempel zelf. Als je dat eenmaal doet, dan kun je aan de slag en kun je je animaties gaan testen en uitvoeren. Dus in dit geval zie je links een eerste adaptatie van hoe we een scène waarbij we laten zien hoe de tempel eigenlijk gered is van het stijgende water. En rechts zie je bijvoorbeeld een tweede adaptatie van hoe dat dan in een verdere ontwikkeling is. Dit is hoe het er live uitziet. De tijdcode die meeloopt is puur omdat het nog een ruwe edit is. Dan loopt dat altijd mee. Maar het spreekt voor zich. En allerlei technieken komen eraan pas. Dus 2D-animatie, 3D-animatie, simulatie. En allerlei effecten die we dus waar we graag mee werken. Alleen besluiten we dat nu niet meer op een vierkant scherm te doen. Waanzinnig interessante gedachte die ons dus al jarenlang op de been houdt. En dit vak enorm waardevol maakt voor ons. Dit is bijvoorbeeld een sequentie over mozaïeken. Dus we leggen ook heel erg de nadruk op kunstwerken die er al zijn. En dan moet ik even kijken, wat is de volgende slide? Volgens mij stopt die. Dit doe ik niet. Maar goed, dan heb ik meer tijd. Volgens mij is het bijna de laatste slide. Volgens mij komen er nog één of twee erachter. Dat ging snel. Ons volgende project. Nou goed, ik wil je eigenlijk alleen maar uitnodigen om in deze wereld te duiken. Om misschien eens een keer naar die tentoonstelling toe te gaan. Hij is openbaar, dus je kunt daar gratis naartoe. En laat ons weten wat je ervan vindt. Ons volgende project speelt zich af in Gent. En dan zijn we bezig met een interactieve piano waar iedereen op kan spelen. Daarvoor zet ik nog wat kleine flyertjes hier bij het podium. Dus mocht je meer willen weten, kom er maar toe of pak zo'n flyertje. Dank jullie wel.